Jongens, als jij raadt in welk huis ik sta, geef ik jouw reactie een prachtig hartje. Mooi deal. Wat leuk dat jullie er verder allemaal weer zijn. Vandaag ben ik in het prachtige contentveen. En heb ik weer een hele leuke planning voor jullie, jongens. Jullie hebben namelijk allemaal massaal gereageerd wat ik hieronder moet bouwen. Het was of 1. Gewoon een muur. 2. Een berg. En 3. Oh, dat zien jullie niet. En 3. Een restaurant. Ik weet niet wat mij ervan gemaakt heeft, maar het kon niet heel moeilijk zijn, denk ik. En jullie hebben allemaal gekozen voor nummer 3. Althans, merendeels. Echt, ik vond 90% heeft gekozen dat ik hier een soort herberg-restaurant-idee onder moet maken. Dus dat gaan we dan ook maar eens doen ook. Maar voordat ik dat ga doen, jongens. Ik liep rond in mijn prachtige stad, in mijn koninkrijk. En viel me iets op en ik kon het niet meer normaal zien. Ik irriteerde me de dood aan. Floor, die bouwt op elk huis die zij bouwt. Plaat zij. Die bouwt op elk huis die zij bouwt. Huh? Op elk huis die zij plaatst. Het gaat gewoon niet goed met mij. Op elk huis die zij bouwt. Plaatst ze allemaal toortjes en geen lanterns. Ze spamt het hele huis vol met toortjes. Kijk daar ook. Kijk, René's huis en mijn huis daar. Die hebben allemaal gewoon lanterns eraan hangen. Want dat ziet er mooi uit. Maar nee hoor. Floor dacht dat het leuk was om overal toortjes te plaatsen. Dus we gaan een boos boekje achterlaten in de mailbox. Onder, zelfs hier. We gaan op de vloer plaatsen. Nee, het is dringender. Hij komt hier. Geachte vloer. Ik ga het niet eens Floor noemen. Jij plaatst op elk huis toortjes. Niet doen. Ik geef je 1 dag om ze te vervangen voor lanterns. Op een mooie, mooie manier. Is manieren met 2 N'en? Is manieren met 2 N'en? Manier? Manier. Dat is het mij. Manier, 2 N'en. Oh, laat maar, bestaat niet. Ben je hier te laat mee, dan kost dat 50 diamonds. Het gaat 50 diamonds kosten. Niet zo vriendelijke groet. Je koning Makuskoes. Makuskoes. Zijn slecht. Zijn, oké. Ik hoop dat je het ziet, Floor. Doe er wat aan. Doe er wat aan. En dan nu kunnen wij gewoon weer verder tot de orde van de dag. En dat is dit dingetje hier maken, jongens. En ik twijfel of ik dit in een timelapse wil doen. Ja, een hele korte dan. Zo, nou, dat was niet al te veel werk. Ik zeg, ik bedoel, het heeft maar alleen maar steen en dirt en ja, bushes gekocht. En gekost bedoel ik. En hè? Dat was niet zo heel veel. Ik zeg per ongeluk kost. En toen denk ik aan kopen. En toen dacht ik, hé jongens, Nathan die heeft wat klaar liggen voor mij in zijn basis. Wat ik kan kopen van hem. Dus laten wij snel even naar Nathan gaan. En dan laat ik gelijk zien wat ik wil kopen van hem. Nou, laten we in de tussentijd even kijken wat er allemaal nieuw gebouwd is bij Nathan. Elke keer als ik hier kom is er wel wat nieuws. Oh, wat lijp. Een mega omgevallen boom. Dat vind ik heel mooi, Nathan. Hé, hey, dit zal vast wel... Oh, ik dacht dat dit de creeper farm was. Schrok je? Misschien een beetje. Wat is dit? Dit wordt een gebouw. Dat had ik door, maar wat komt er in het gebouw? Dat weet ik nog niet. Ik vond het alleen een mooi design. Hey, het ziet er leuk uit. Waar is je creeper farm? Mijn creeper farm die zit hier niet in de buurt. Oh. Maar ik kan je wel, ja, redelijk in de buurt. Ik kan je er wel naartoe vliegen. Volg maar. Oké. Ah, kijk eens aan. Dit is hem. Dit ja. Wat heeft die cactus ermee te maken? Ja, ik vond de cactus farm bij mij thuis te klein. Oké. Maar wacht, dit is hem. Dit donkere gedoe hier. Wacht, het is een donkere. Ja. Dat deel dat blijft donker. Maar... Dit donkere mond. Oh, mijn god. Gast, ja. Hoeveel... Oh, my days. Volgens mij werkt het zo goed. Ik heb wol trouwens hier ook. Oh, je hebt het hier bij je, de wol. Ah, abonneer op Peterbas. Waarom heb je alles zo genoemd? Mag je helemaal alles meenemen. Maar ik wil er wel voor betalen. Ik vind het lullig om het zo te krijgen. Ja, is goed. Je hebt het niet heel toevallig in van lapis, of wel? Ja, op zich wel. Oh, de chocobox wil ik trouwens van houden. Welke chocobox? Ja, die je net hebt gemaakt. Nee, ik heb een chocobox. Oké, laten we even naar de chestroom gaan van Nathan. Want daar, die wol kan ik dan daar mooi gebruiken. Althans, betalen. Ik denk dat hij hier wel een ender chest heeft. Ja, hier. Oh, hij wilde lapjes ervoor trouwens. 1 chocobox kost 200 diamonds. Ik ga even lapjes lazuli voor hem halen. Ik gebruik die lapjes lazuli toch niet. Dus laat ik maar gewoon alles geven wat ik heb. 55 blokken is denk ik. Zou dat genoeg zijn voor dit aantal wol hier?
55 blokken lapjes. Misschien heb ik nog wel meer. Misschien kan ik een stack geven. Als het goed is heb ik namelijk hierboven in mijn bibliotheek. Heb ik ook nog aardig. Ja, hier heb ik ook nog aardig wat lapjes lazuli. En geen crafting table. Meen je dat? Slechte bibliotheek is dit ook eigenlijk. Hier een stack. Prima. Geef een stack lapjes lazuli ervoor. Kan hij ook niet gaan zeuren. Want dat is een stack lapjes lazuli blokken. Dat is echt heel veel. En dan ga ik nu een heel dom idee uitvoeren. En dat is, ik ga een keertje vliegen naar Nathan. In plaats van dat ik via de Nether Portal ga. Ik hoop dat ik het red met mijn rockets. Ja, we zijn er. Nou, het viel serieus wel mee. Ik heb denk ik echt maar 10 firework rockets gebruikt of zo. Dus het valt mee hoe ver ik moest vliegen. Duurde wel lang, maar hè? Nou, nu Nathan zoeken. Hallo? Wacht, hij was trouwens bij dat huis bij. Ja, daar is hij weer. Gaan we je laten schrikken. Let op, hè. Godsamme. Ik heb, ik denk dat dit wel genoeg is. Het is niet, ja, jouw kennen is het niet veel, maar ik denk dat het wel genoeg kan zijn. Ja, je kan ook voor 10% meedoen, dat komt goed. Ja, maar is dat genoeg voor... Huh? Oh ja hoor, ik had de joke gegeven zonder iets. Ja, hij is bij mij zit er nog in je hand natuurlijk. Oh, daar is hij. Hoppa. Dit ja, is genoeg? Als je de shulker hier laat, is het goed. Ik heb 6 nee, okay, prima. Dan krijg je hier deze nuggets erbij, want anders heb ik geen ruimte. Zo, we zijn weer thuis, jongens. En dan vraag je je zeker waarschijnlijk af... Max, waarom heb jij zoveel wol? En waarom heet de wol abonneren op Eterbal? Want je moet eigenlijk op Walnut abonneren. En even liken. Want als we niet de 3000 likes halen, zet ik Toeter de Kat in de fik. Je hoort het, in de fik. De wol die ik hiervoor heb bemachtigd. Kijk, ik had niet meer zoveel witte wol. Hoppakee. Ik heb ook niet de ruimte voor de witte wol. Maar het maakt niet uit. We hebben witte wol. Dat is even nog voor een geheim projectje. Althans, het bestaat al hier waar de wol voor is. Waar ik het voor gebruikt heb. Veel voor gaan gebruiken. Het staat er al. Maar ik wil aan één van deze gebouwen hier... wil ik best wel veel wol gaan toevoegen. En jullie moeten even raden welke dat is. Althans, nee, niet, stop. Want ik vroeg aan het begin al, ging ik al vragen aan jullie... in welk gebouw sta ik? Dus als jullie nu weer een gebouw gaan raden, gaat het door elkaar heen. Reageer nu maar gewoon... Je favoriete huisdier die ik ooit in Content Veen heb gehad. Dus dat kan kwast zijn, dat kan toeter zijn, dat kan dikkie dik zijn... dat kan stip, dat kan vlek, dat kan dooie kwast... het kan Arie de bij zijn, het kan mossel of karel van de vogeltjes zijn. Het kan iedereen zijn, jongens, reageer. Gewoon even, jouw favoriete diertje. Zouden ze vast leuk vinden. En waarom ook? Vertel er ook maar even bij waarom. Maar goed, de originele planning van deze video. Ik wil hier nu een soort restaurantherbergje maken. Maar voordat ik dat kan doen, wil ik eigenlijk het plein hier hebben. Want ja, als het plein hier staat, dan weet ik ook hoe, tot in hoeverre ik dat restaurant een beetje kan gaan doen. En dat moet beginnen natuurlijk door hier steen van te maken, zoals het pad hier. Dus, alle deur dat ik hier vorige keer ooit geplaatst heb, dat kan ik nu gelijk weer weg gaan halen. Yeah! En ik moet een steen gaan plaatsen. Ik ben echt slim. Slimme jongen dat ik die dirtlaag niet gewoon eentje lager heb gedaan. Slim van mij, hé. Maar goed, we gaan dit deurtje hier even allemaal vervangen voor steen. Want het is natuurlijk een plein. En we kunnen er wel een beetje natuur doen. Jezus, het is het luid dat dirt weghakt. Ik kan amper mezelf horen tijdens het praten, hé. Oh, mijn shovel is bijna stuk. Ik had het niet door. Oh, nee. Oké, dan moet ik naar Bertha de village gaan. En die gaan we even repareren. Oh, mijn deze. Ik ben echt een ei. Oh, nee. Oh! Mijn spawnpoint is hier. Oh, huh? Hoe is mijn spawnpoint hier? Oh, dat is... Oké. Okay. Top, want ik ben hier dood gegaan. Huh? Ik weet niet hoe mijn spawnpoint daar kon zijn, maar ik vind het helemaal niet erg. Wat ik wilde zeggen is... het is gelukt, de reparatie. Ik bedoel, het is lang geleden dat ik echt dood ben gegaan, volgens mij. Oh nee, dat is niet waar trouwens. Ik ben echt 2 afleveringen geleden nog dood gegaan. Maar goed, de reparatie is gelukt. Laten wij het dirt even verder weghalen. Oké, dan pakken we even alle dirt op dat ze hier naar beneden is gevallen. Is ze hier ook dirt naar beneden gevallen? Hallo, hallo. Oké, dat is niet gebeurd. Dan hebben wij al dit prachtige dirt hier. En dan enig wat we hoeven doen is het één laag dicht hier te gooien. Want dan kunnen we namelijk hierbovenop gewoon steen gooien. En dat is dan ook opgevuld. Helemaal top. En jongens, ik vind het heel vervelend. Ik had laatst een dingetje met Floor en René. Dit is namelijk die beacon hier. En die geeft speed. Maar ik vind dat... Ja, niet heel top. En als ik nu op tap kijk, zijn ze toch niet online. Dus ik dacht, als ik nou stiekem even hier naar binnen ga... en dan hier naar beneden bij de beacon... en dan speed eruit haal... zetten we gewoon resistance en regeneration. Hoppa, zetten we erin. En dan verdwijnt speed volgens mij vanzelf, toch? Oh, ik heb regeneration eruit gehaald. Huh? Ik heb het verkeerd gedaan. Hier, en regeneration. Zo. Nu moet speed. Ja, kijk, nu verdwijnt speed. Ik heb hier helemaal niks mee te maken, Flora. Nee, nee, niet mijn schuld. Het gebeurde gewoon ineens. Ineens was de speed weg. Kijk, ah, hoe kan dat nou?
Hoppakee. Ja, ik weet niet hoe het ervan is gekomen, maar het gebeurde gewoon ineens heel gek. Dan is het nu tijd om dit hele plein hier even gezellig op te vullen. Zo gedaan natuurlijk. Ik bedoel, ik hoef alleen even steen, cobblestone en stone bricks te plaatsen. Een beetje sters ertussen, een beetje details in de vloer. En dan is het vloertje helemaal gefixt. Dan kunnen we wat kraampjes plaatsen, bla bla bla. Zo gedaan. En terwijl ik hiermee bezig ben, zie ik dat ik hier eigenlijk ook gewoon niet echt iets moois heb. En ik denk van ja, ik kan hier wel nu hetzelfde als dit hier links gaan doen, weet je. Maar ik kan het plein, kan ik hier ook gewoon door laten lopen misschien. Ah nee, ik heb wel een idee. Dan moet dit wel... Ja, dat komt zo meteen. We gaan eerst met dit verder. We gaan eerst één ding afmaken. En ik denk dat dit wel genoeg cobblestone is. Dan beginnen we nu gewoon casual aan het steen. Zo, dan is dat ook al genoeg normaal steen. En dan nu, last but not least, vullen we alle gaatjes op met stone brick. Oké, dat is ook weer gedaan. Nu hoef alleen dit soort dingetjes toe te voegen. Wat stairs en wat buttons voor extra details, zoals ik al eerder zei. Oké, die details zijn ook weer geplaatst. Ziet er gewoon even wat meer uit als één geheel, als ik het nu zo zie. Oké, dan kunnen we beginnen met het opvullen van. Ik weet dat ik hier in het midden een standbeeld wil. Dus laat ik daar in ieder geval de ruimte vast voor maken. Oké, jongens, ik ga gelijk het standbeeld maken. Ik twijfelde. Ik dacht eerst van, ja, misschien kan ik er neer maken. Maar als ik het doe, dan kan ik het leuk voor de video en leuk voor de timelapse en bla 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 bla. Weet je, dan kan het gewoon leuk gelijk gedaan worden. Ik heb even de breedte gedaan, niet van het standbeeld zelf, maar van het verste punt van het standbeeld en het andere verste punt van het standbeeld. En dat is wat hoger. Weet je wat? Jullie gaan het wel gewoon zien. Onthoud maar goed hier achter mij, want er staat niks. En na deze timelapse staat er wel wat. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Als jullie dus het standbeeld niet leuk vinden, laat het weten. Het is niet zoveel werk. Ik ga hem wel van een tutorial maken. Want ik kan zelf geen standbeeld maken. Daar ben ik niet goed genoeg in qua, weet ik wat, ervaring of zo. Ik heb geen idee hoe je het noemt. Ik ga gewoon een tutorial volgen, want ja, het standbeeld is wel heel specifiek iets te maken. Als ik iets volg wat ik niet zelf maak, dan geef ik het altijd eerlijk toe. Bij deze, veel plezier met de timeline. En zo keren wij terug naar deze timelapse. En jongens, ik moet zeggen, ik was er een beetje sceptisch over dat ik begon met bouwen. Maar ik vind hem wel heel leuk geworden. Misschien dat hij één plekje naar links had gemoeten. Want ja, als ik dit zie, zit hij dichter bij de arena dan bij het huis daar en zo. Maar op de vloer zit hij wel precies in het midden. Dus in dat opzicht is het misschien iets wat ik los moet laten. Want zodra ik eromheen ga bouwen, gaat het er toch allemaal nog leuk uitzien. Hier kraampjes, hier allemaal kraampjes en... Weet ik voor wat voor leuke dingetjes ik allemaal nog hier wil bouwen, jongens. Dus geen zorg in dat opzicht. Maar ik vind het echt een leuk standbeeld. Eerst wilde ik een paard maken. Maar een paard zou te groot worden. Echt, lijkt veel te groot. En die zou te veel blokken dat je de achtergrond amper ziet en zo. En nu ik dit zo zie, ben ik echt blij met de keuze. Het is een lekker dun standbeeldje als je het zo ziet. Van de zijkant heb je echt geen idee naar wat je kijkt. Maar gelukkig kijk je ook niet zo vaak van de zijkant ernaar. En meer gewoon van de voor- en achterkant. Wil je nou ook heel graag dit standbeeldje maken, jongens? Ik ga niet de credits nemen natuurlijk. De tutorial ervan staat in de beschrijving, het linkje. Heel simpel. Echt top in elkaar gezet. Mensen zoals ik die gewoon geen standbeeld uit zichzelf kunnen maken. Kunnen daardoor lekker dit bouwen. Oké, stap 2 is dit hele pleintje hier opvullen met allemaal leuke dingen. Oh nee, nee, ik weet al wat ik wilde doen. Ik heb daar namelijk blokken voor gehaald. Deze. Ik wilde namelijk dit gedeelte hier eventjes ook netjes maken. En nou, je kon al precies leuk die weghalen en hier een symmetrische ingang maken vergeleken met de overkant. Zo, dat als je binnenkomt dat je links en rechts gelijk twee platformen hebt waar je op kan staan. Echter is deze wel, zie ik nu, anders gedaan dan deze allemaal. Ja, ik moet het wel aanhouden. Als ik het echt een beetje symmetrisch wil hebben, dan heb ik niet zoveel keus. Ik ga het zo symmetrisch mogelijk proberen te maken. Ja, vanaf hier kom ik tegen de muur aan. Dus dan houdt het op. Dan moet ik hier die weghalen en zo. Ik denk dat dit hem dan is zo. Nou, vullen we hem even op zoals het hoort. Hoppakee. Oh, ik heb mijn liefste zo allemaal weggedaan. Lekker handig weer. Ik ga vooral een goede blok halen, want ik heb bij lange na niet alle blokken bij me die ik wel bij me moet hebben. Kijk nou hoe leuk dit eruit ziet vanaf hier, jongens. Als je hier nu staat, dan zie je gewoon dat... Je ziet duidelijk dat het gewoon een guy is die aan het boogschieten is. Ik vind het vooral lijp dat het bij de arena is. Oh, de belichting. Nu staat er alleen niet heel mooi op. Net stond het zonnetje er mooi op. Zonder zonnetje ziet het er iets minder mooi uit, maar dat heb ik met de hele stad, hoor. Ik heb alle blokken bij me die ik bij me wilde hebben. Alle trapdoors zijn ook gezellig meegenomen, hè. Die horen er allemaal bij. Allemaal bij het complot. Je moet al dit stomme stinkdirt en gras moet hier weg. Voegen we alle random details die ik heel graag erin wilde, voegen we toe. En dan de signs tot slot.
Geen idee waarom ik dat gedaan heb. Ik bedoel, nu gebruik ik dat allemaal niet meer als je ziet. Misschien dat ik de signs ook gewoon weglaat. En dan haal ik ze ook aan de andere kant weg. Ik vind het namelijk een beetje too much, misschien, die signs. Zo, dit is denk ik een stuk... Ja, kijk, dit is een stuk beter, joh. Het is veel relaxter zonder die signs. De fences mogen wel blijven, maar hè, de signs daarentegen... Mag dit hier ook gezellig weer allemaal plat. Oké, dat ziet er dan ook netjes uit. Enig probleem is de deur van Floor, die is een beetje gek geworden. Deuren horen volgens mij niet zo. Als je nu echt in wil, dan moet je dit er ook nog voor doen zo. Dan kan je zo naar binnen. Oh, kut. Dan kom ik alleen niet meer buiten. Floor, dit vind ik wel een mooi taakje voor jou. Ik weet niet of je mijn video kijkt, maar dit vind ik echt een prachtig taak voor jou om die deur te fixen. Mogen de details natuurlijk ook niet vergeten, jongens. Dat was ik bijna vergeten. En die prachtige, leuke buttentjes natuurlijk, hè, hier en daar. Oh, wat een spanning en sensatie voegt daartoe. Dan gaan we... Oh, dan gaan we dit fixen. Ik had dit nog niet eens door. Dit mag er natuurlijk niet zo uitzien, jongens. Dit hoort er natuurlijk iets mooier uit te zien allemaal. Onder andere dit. Zo, hoppakee. En dan het vloertje er weer uit. Ik denk als dit gedaan is, dat het wel echt... Dan is het echt één plein geworden. Zouden jullie het leuk vinden als ik in een van de volgende video's... gewoon een keertje een rondleiding doe door mijn hele basis? Gewoon echt een... Niet een server tour, maar een basis tour. Want ik denk dat inmiddels best wel wat nieuwe Content Veen-kijkers zijn. En ja, ik snap ook niet dat jij nog niet gewoon alles gekeken hebt. Want dan, ja, dan weet je ook precies waar wat zit, hè? Maar ik wil oprecht wel een keertje voor jullie een servertoertje. Nou, zeg ik het verkeerd. Een basistour doen. Dat ik jullie mijn hele basis een beetje laat zien. Kijk, dit ziet er toch hartstikke leuk uit, jongens. Dit hier moet ook nog gedaan worden. Maar hè, ik weet nog niet wat ik hier wil bouwen. Dus dat komt ook nog wel. Ik merk wel dat we deze kant helemaal netjes aan het maken zijn. Met van alles dat er nog staat en weet ik veel wat. En aan die kant staat letterlijk alleen de arena en een bijenkorf. De huisje, voor de rest staat helemaal niks. Hier, kan ik misschien wel beter laten zien. Als ik het zo laat zien. Hier, kijk, rechts staat nog niet zoveel. En links is echt inmiddels al zo vol gebouwd. Maar laat me weten in de reacties als jullie willen dat ik een keer een basistour de Frans gaat doen en al gewoon alles laat zien. Van mijn kasteel tot de muren, tot de kerkers. Nou, niet dat de kerkers zijn, maar gewoon alles. Laat maar even weten. Dan nu ga ik vast wat van het wol benutten dat ik van Nathan heb gekocht. Het is niet voor het grote project waar ik het over had, maar het is wel gewoon voor de leuk. Ik wil wat rode wol. Ik wil wat witte wol. En dan moeten we vast wat dye kopen. Want dit gaat namelijk gewoon voor kraampjes zijn. Oké, dan is dit genoeg wol. Dan ga ik zo meteen even naar de nieuwe winkel van Nathan wat dye kopen. Maar dan hebben we ook eerst wat hout nodig om mee aan de slag te gaan. Zo. Laten we dan ook gelijk wat extra hout meenemen. En dan wat details die we daar vol kunnen bouwen. Dat zijn barrels, kisten natuurlijk. Wat stonecutters, armor stands. Ik wil nog wat boekenkastjes meenemen. Wat lecterns misschien, wat potjes. Die lecterns nemen we gewoon mee. Boekenkasten nemen we een volledige stack van mee. Van blazerots kan ik een brewing stand maken als het goed is. Hoe is dat ook alweer? Cobblestone. Oh, dat heb ik niet hier. Nou, oké, dan neem ik die mee voor brewing stand. En dan ook nog potjes. Die heb ik hier. Zo, dan gaan we nu even wat extra dye kopen. Want dat heb ik niet meer zoveel. Zullen we dit trouwens allemaal in shulkerboxen stouwen? Voordat ik dat doe. Doen we de magenta. Doen we de... Gewoon alles wat ik voor het markt... pleintje nodig heb om het te bouwen. Dan doe ik in een witte, doe ik alle leuke details die ik kan gaan gebruiken om te gaan plaatsen op de marktplein. Passen die ook bij. En dan gaan we nu gaan we daar aan. Even kijken hoor. Ik wil graag blauw en nee. Groen, wil ik groen? Ik denk dat ik groen wel wil, ja. Hoeveel kost het? 2 stacks per diamond. Oké, dan is dit 1 diamond. Geel wil ik er wel 2 stacks van, dus dat is dan 2 diamonds. Oranje, 3 diamonds. 4 diamonds. Of donkergroen. Nee, ik wil wel lijm. Oké, ik denk dat ik hier wel even genoeg aan heb. Dat waren 4 diamonds. Dan gaan we die even halen. En gelukkig is hier zo'n dingetje. 1, 2, 3, 4. Hoppakee. 1, 2, 3, 4. Nou, dankjewel Nathan voor de leuke wol. Althans, voor de leuke kleurtjes en de wol uiteindelijk. Ik heb alles van jou gekocht. Ik denk dat ik zelf ook maar gewoon schapen moet gaan nemen. Dan kan ik zelf ook een beetje wol regelen. Dat zou ook wel een enorm chille aanwinst zijn. Aanwinst aan mijn basis. Dan plaatsen wij hier. Hatsepatsa, hatseflat. En dan pakken we even 1 kistje. Daar doen we even de wol en de dice in. Oké, laten we eerst oranje wol maken. Dan heb ik een crafting table nodig. Natuurlijk heb ik een crafting table nodig. Of niet? Huh? Oh, nee. Waarom? Laat maar, ik snap er even niks van. Dan nemen wij ook gele wol. Dan nemen wij ook groene wol of lime wol. En dan nemen we ook rode wol. Hoppakee. Zo, dan is het nu tijd om hier te beginnen met een leuk kraampje. En ik denk dat ik dat zo wil doen. Dat ik dan ja. Oké. Dit gaat gewoon een lekker simpel kraampje zijn, jongens. Ik wil hem niet al te moeilijk maken. Dat zou natuurlijk ook een beetje overbodig zijn. Zo. En dan zo. Hoppakee. Ah, oh, ik schrik me helemaal kapot. Ik val in één keer in het gat hier. Jezus. Oké, zo. Hoppatata, hoepeti. En papeti poepeti. Piepeti papeti po. Joraho. En hatseflats. Hoppakee. Dan
Leuk. Hier die en hier die. Nou, die kan wel weg trouwens. Hetzelfde geldt voor hier en hier een vent. Dit is natuurlijk wat het wol omhoog houdt. En dan begint het met twee slabs op de hoekjes. Althans, nee. Nee. We gaan hem eerst hoger maken. Ik wil deze best... Deze mag redelijk hoog zijn. Zo, happetie, poepetie, pa. Dan willen we eigenlijk nog even van die gates hebben om een soort randje te creëren. Kijk, dan bedoel ik dit zo. Ja, dat ziet er leuk uit. En dan zo... Zo. En dan allemaal dicht. Hetzelfde geldt ook voor deze. Oh, dat is verkeerd om. Een prachtige slab hier. Hier een slab. En dan hier een slab. Daar een slab. En dan daar. Oh, nee. Gaan we... Het wordt een simpel kraampje, jongens. Dit. Ik heb het al vaak genoeg gezegd, maar ik zeg het nog één keer. Ik weet niet waarom ik blijf herhalen. En ik denk dat ik hier namelijk ook villages wil gaan maken, jongens. Dat er gewoon... Kijk, je hebt natuurlijk villages die in huizen wonen en zo. Maar ik denk dat ik ook villages wil die gewoon hier in de kraampjes gaan staan. En dit moeten dan echt simpele, nutteloze siervilletjes zijn. Misschien dat Willy een kraampje... Nou, trouwens, Willy, dit is het dorpsrek. Die krijgt geen huisje. Die krijgt geen kraampje. Die woont hier gewoon als voor saus, weet je. Zo. Leuke kleurtjes. Ik had een kraampje online gezien van iemand. Die had ook een kraampje in Minecraft gemaakt. En die gebruikte deze kleurtjes. Ik denk, dat is een goede combinatie, jongens. Rood met oranje. Even kijken, hoor. Doe hetzelfde. Doen we hier weer. Gaan we het nog een keer doen. Zo. Hoppakee. Ja, dat ziet er leuk uit. En dan, hoe doen we de achterkant, is de vraag. Misschien... Leuk zo. En dan hier ook weer kleurtjes wol zoals dit. En dan om het af te sluiten. Hier een slab. Hier misschien een ster zo. Ah ja. Dat was trouwens geen slab. Dat was een trapdoor. En dan hier ook weer trapdoors. Ik denk dat dit wel een leukertje is. Hè? Zo. Misschien dat dit om het even symmetrisch te maken wel gewoon slabs moeten zijn. Zo. Volgens mij is die dan best wel redelijk symmetrisch. Naast het feit dat hier dit zit. Die hoeft hier niet. Die kunnen gewoon weg. Ja. Kijk, zo is die symmetrisch. Moet ik hier nog... Een trapdoortje plaatsen misschien voor de leuk. Zo. Oh, dit ziet er wel leuk uit. Oké. Dan kan je er leuk in ieder geval in. Zo. En dan kunnen we nu de details bij elkaar gaan rapen. Bookshelves, chests, barrels en lectern en die en die. Doen we bijna alles. Plaatsen we hier leuk zo. En dan tegenaan kunnen we natuurlijk de lectern plaatsen. Oh, dat is een beetje te ver gehakt. Beetje te enthousiast. Zo. Dan wat barrels natuurlijk voor de sier. Zo. Kunnen we misschien een leuk carpetje van die rode nog maken. Hier op de grond. Zo. Zo. Met een beetje oranje erbij om het te matchen natuurlijk. Zo, maar niet te veel. We moeten het subtiel houden. Een leuke armor stand. Een kistje hier. Een button. Een flowerpot. Hier een flowerpot. Nou, die mag trouwens weg. Er moet ook nog ruimte zijn voor de villager om te lopen. En last but not least natuurlijk doen we hier in het midden doen we een leuke lantern. Nou, trouwens, nee, die mag je ook al zien, die lanterns. Dus die doen we hier en daar. Zo. Die mag je ook al kunnen zien voor detail, hè. Dat doen we aan de buitenkant. Hier hebben we ook nog ruimte voor wat barrels. Zo. Met een kistje. Kistje erbij. Nou ja, een lectern erbij. Dat is denk ik leuk. En tot slot een kistje toch erbij. Met hierop misschien nog een trapdoor. Hierop een flowerpot. Ja, dat ziet er leuk uit toch, jongens, dit. Moet je zien. Hier ben je toch tevreden mee? Althans, ik ben hier heel tevreden mee, hoor. Ik word helemaal gek van dit gat. Ja, dit ziet er heel leuk uit, dit kraampje. Jongens, als je het plein een beetje vol moet stellen met meer van dit soort kraampjes en bosjes. Oh, bosjes! Oh, die ben ik vergeten. Dit is echt maar één klein simpel hoekje natuurlijk, hoe dit nu gedaan is. Trouwens, ik wil daar 100% paddenstoel in. Dat vind ik veel leuker. Zo, ja. En dan doen we hier wel iets groens in. Dat is deze. Hoppakee. En als het goed is, waren dat mijn... Ja, dat waren ze. Maar imagine dit hele plein vol. Een beetje zoals dit. Hier ook allemaal barrels tegenaan natuurlijk. Leuk zo. Die een beetje opstapelen. Kistje ernaast. Dit meukje erop. Oh mijn god, dan ben ik alsnog mijn blaadjes vergeten. Ik ben ook echt een ei, hè. Ook een beetje hooibalen en meloenen. En hier misschien ook weer een kruiwagen. Ja, hier een kruiwagen in het midden. Oh, dat is leuk. Wat een sfeer maken dit, hè. Niet normaal, eigenlijk. Dan doen we leuk dit hier zo. Doen we wat plantjes erop. Dan gooien we dat ook aan de andere kant. Hier ergens. Waar doe ik dat hier? Oh, nee! Mijn karretje komt terug! Hier doen we dat. Maar dan een kleintje. Zo leuk. Ja, oké. Dan is dat hoekje hier. Als je hier nu aankomt lopen zo. Dat ziet er al hartstikke gezellig uit. Met allemaal props en imagine. Een leuke villager erin. Waardoor het ook wat levendiger wel voelt. Alsof het niet een beetje nutteloos is. Er moet wel armor nog opgemaakt worden. Dat natuurlijk sowieso. Maar ja, dan moet ik naar Buddy the Blacksmith gaan. En daar een keertje om armor gaan vragen. Hè? Aan Buddy. Oké, alle props die douwen we hierin weer. Dit zijn gewoon letterlijk alle props. Hout kan hierin. Wol en blaadjes hierin. Zo, dan hebben we alles weer even in de kisten gedaan. Jongens, ik heb nog heel veel ideeën voor dit allemaal. Maar ik denk dat het ook leuk is als jullie ideetjes achterlaten. Omdat ik dan niet alles al volbouw. En dat jullie dan denken... Oh nee, maar Max, je had ook dit leuk daar kunnen plaatsen op het plein. Je had het zoveel leuker kunnen maken door dit toe te voegen. En dan denk ik van... Oh nee, het staat er al. Dus voordat ik verder ga met het plein helemaal volbouwen. Waar ik denk echt volgende aflevering gelijk mee wil beginnen. Maar ik weet het niet.
niet zeker. Maar laat vooral jouw leuke ideetjes ook even achter. Wat ik hier op het plein moet bouwen. Ik denk dat jullie namelijk wel echt als kijkers zijn ook gewoon goede input kunnen hebben daarop. Ik kon nog steeds het restaurant maken. Ook al denk ik dat het dan... Ja, dat kan hier perfect. Weet je, hier kan gewoon een uitstekend restaurant. Ik wilde dat eigenlijk deze aflevering doen. Maar ik ben te druk bezig geweest met andere kleine frutseltjes en dit standbeeldje hier. Dus ik denk dat dit moet ik wel vrijhouden voor een restaurant. Zo die uit kan steken. Of ik kan het hier maken. Dat kan ook. Ik kan ook hier het restaurant maken, hè, jongens. Maar ja, jullie hebben met z'n allen gestemd dat daar het restaurant moet. Maar goed, dit is waar ik voor vandaag de aflevering ga eindigen. Want meer tijd is er niet. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Abonneer zeker even als het zo was. Like ook even de video. En kijk deze video. Want dit is het vorige Content Veen deel. En ja, als je dit Content Veen deel nou leuk vond, kijk dan ook gewoon deze. Want anders mis je een heleboel. En nu spreek ik later. Flesje water tot het vier. Flesje bieren tot de volgende keer. Yeah!